De gemeente Goorlen start in samenwerking met de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit een social media campagne. Hiermee willen ze de bewoners bewust maken van ondermijnende criminaliteit in de gemeente. De gedachte is om de burger meer te betrekken, onze inwoners meer te betrekken bij de aanpak van de ondermijningsproblematiek. Dat is geen zaak van de overheid alleen, maar het is de bedoeling dat ook onze inwoners een rol krijgen in het signaleren en het melden van dubieuze praktijken in het kader van ondermijning. Het is een campagne die georganiseerd wordt door de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit. Dus zij hebben die campagne gemaakt. Wij maken daar als gemeente Goorlen dankbaar gebruik van. Als pilotgemeente, samen met nog 6 andere gemeenten. En het is een campagne die zich afspeelt op de social media, dus op Facebook en Instagram. En in allerlei verschillende vormen wordt er aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Dus er is een quiz, er zijn videofilmpjes, er is een animatie. En het bijzondere van de campagne is dat het heel erg gericht is op de locatie. Dus via postcodegebied krijgen mensen hele concrete informatie. Dat is ook de reden waarom we hier overigens staan, hè? Want we staan hier op de Kwade Hoek in Riel, waar vorig jaar 2 ernstige drugsdumpingen zijn geweest. En zo zien we weer dat het dus ook echt gewoon in de achtertuin bijna gebeurt van onze inwoners. Veel bewoners zullen ondermijnende criminaliteit niet zo snel herkennen, denken ze in Goorlen. Hier wil de gemeente verandering in brengen, zodat de burgers kunnen helpen met de opsporing. En de campagne is ook gericht op het herkennen van signalen. Signalen waarvan mensen misschien nog niet eens 1, 2, 3 doorhebben dat die wel eens verdacht kunnen zijn. Denk aan nachtelijke bewegingen rondom een bedrijfspand. Geblindeerde busjes die op en neer rijden. Gesjouw met vaten of met sherrycans of bepaalde luchten. Amandellucht of een ijslucht is al vaak verdacht. Kan duiden op een chemisch lab. Of een henneplucht die continu aanwezig blijft. Kan duiden op een hennepkwekerij in de buurt. Hè. Denk ook aan afgeplakte woningen waar toch activiteiten zijn. Nou, dat type signalen. Nee, het is niet de bedoeling dat mensen er zelf op afstappen. Dat adviseren wij niet. Maar wij stellen het wel op prijs als mensen het melden. Dat kan via de politie, maar het kan ook anoniem. Via meldmisdaad anoniem. En sommige mensen vinden dat wat ingewikkeld om te doen, maar we adviseren dat vooral te doen. Het gaat niet alleen om onze veiligheid, maar het gaat ook om uw veiligheid. Dus meld het gewoon.